We zitten hier bij een stuk hout wat ik ooit op het wat gevonden heb. Toen liep ik nog, ik smeed het altijd wat in de hoek. Maar de laatste jaren heb ik het wat bewerkt. Ik heb deze raampjes ervoor gedaan, oude lijstjes. En zo ontstaan mooie, aparte composities. De laatste tijd ben ik hier weer veel meer in geïnteresseerd en wil ik via allerlei mensen op het wat zoeken naar dit soort dingetjes, dit soort toevoegingen, waardoor mooie, aparte beelden ontstaan. Beelden waarbij de fantasie de vrije loop krijgt, maar toch heb je het idee, ik zie het wat, ik ben het wat, aan het bekijken. Daarom wil ik hier weer meer mijn speerpunt van maken. Want het wat, het is en blijft geweldig.